Het tweede uit het evangelie, dacht ik, gaat over het huis op de rots. Drugi wątek dzisiejszej Ewangelii mówi o domu zbudowanym na skalę. En ik denk wij als christenen, als christelijke gemeenschap, voor ons is het fundament Christus zelf. Ja myślę, że dla nas jako chrześcijan tym fundamentem ma być sam Jezus Chrystus. Hij is de rots van ons bestaan. On jest skałą naszego istnienia. Op hem bouwen is veilig bouwen. Tylko budując na nim będziemy bezpieczni. Maar wat betekent dat weer concreet? Ale co tak naprawdę to oznacza już tak konkretnie? Want ik persoonlijk houd ik van een hele persoonlijke, maar hele concrete spiritualiteit. Bo dla mnie istotna jest taka bardzo konkretna, przyziemna duchowość. En op Christus bouwen, dat is denk ik durven binnen gaan in een enorme, liefdevolle intimiteit met hem. En vanuit die intimiteit ook met hem te leven. I dla mnie osobiście właśnie tym budowaniem na skalę jest wejście w wewnętrzną, bardzo intymną relację z Chrystusem. Want de intimiteit van ons bestaan in Christus zal eigenlijk de kwaliteit van ons christen zijn kleuren, bepalen en inspireren. Bo właśnie ta relacja intymna z Jezusem Chrystusem może nadać naszemu życiu sens i też uczynić je bardziej kolorowym. I tylko i wyłącznie z tej wewnętrznej, osobistej relacji z Chrystusem wynika nasze dawanie świadectwa i także jakby zapalanie innych ludzi. Jullie hebben geluk hier in Polen. Jullie zijn nog een katholiek en christelijk land. No, wy macie tutaj szczęście, że mieszkacie w Polsce, która jest jeszcze katolickim krajem. Als ik dat vergelijk met onze situatie in België, is er enorm groot verschil. Ja porównuję to z naszą sytuacją w Belgii i widzę ogromną różnicę. Als wij hier op straat in Abijt lopen, kijken de mensen alleen maar naar het kleur. Van het abijt. Hier. Tutaj ludzie tak naprawdę na ulicy, jeżeli cię mijają, to patrzą tylko na kolor. Van het habit. Van het habit. Zwracają uwagę tylko na kolor habitu, bo tym on się różni. Niemand is verwonderd dat wij hier in Abijt op straat lopen. A nikt nie jest zaskoczony samym widokiem mnicha w habicie, tylko sam kolor zaskakuje. Als je hond in België in Abijt op straat loopt, dan zeggen ze, kijk, hij heeft zijn pyjama nog aan, zijn slaapkledij. A kiedy w Belgii on chodzi w habicie po ulicy, to ludzie patrzą dziwnie i pokazują palcem, zobacz, idzie facet w piżamie. Dus eigenlijk zou ik wel eens troszkę hier willen blijven. En ik voel ik mij wel thuis. Właściwie to chciałbym tu zostać, bo tutaj się lepiej czuję, tak bardziej jak w domu. Maar wees gerust, ik ga terug. A nie mam kusy, wyjeżdżam. Maar ik heb nog op het einde van mijn preek toch nog een wens voor ons allemaal. No a na sam koniec mojej homilii jeszcze mam dla nas wszystkich życzenie. Een wens voor onze gemeenschappen natuurlijk. Dla całej wspólnoty. Het eerste is dat we als gemeenschappen samen op weg mogen en blijven en durven gaan in de beleving van dat katholieke geloof dat we met z'n allen delen. Pierwsze moje życzenie to jest, abyśmy my jako wspólnoty mogli, potrafili i odważyli się razem iść. Mijn tweede wens is dat we verbonden met elkaar door de koinonia elkaar mogen verder dragen ook in dat geloof. Drugie życzenie to, abyśmy wzmocnieni tym byciem razem potrafili się nawzajem nieść dalej przez życie. En dat we dat mogen doen vanuit die intimiteit met Christus, zodat ons leven en onze gemeenschappen mogen gebouwd zijn op die stevige rots die Christus zelf is. Wynikało nasze postępowanie by wynikało z intymnej relatie z Jezusem. Zodat het mogen gebouwd zijn op de stevige rots die Christus zelf is. Aby nasze życie było zbudowane właśnie na skale Chrystusowej.
Dank u wel. Heeft ze het goed gedaan? Waarschijnlijk wel. Iedereen is blijven zitten, dus dat is al een goed teken. Voilà. Dan wou ik nog met jullie delen deze gedachten. En ik bedank Thomas voor dat prachtige icoontje. Ik denk dat hier gans ons christen zijn mee verbeeld is, uitgebeeld is. No, właśnie on tak to odbiera, że to jest sedno bycia wspólnotą. Ja. Ik hoop dat we dat ook samen mogen waarmaken, dat we elkaar samen mogen dragen in dat ene geloof dat we met elkaar delen. I chciałbym, żebyśmy mogli to wprowadzać w życie, faktycznie nosząc się na ramionach.